En voor het eerst dat Margreet niet in Victor en Rolf is. Nee, ja. Nee, dit is niet Victor en Rolf. Ik heb heel veel Victor en Rolf gehad, maar ook Toko van Geest. Maar dit is... Dat is nou deze creatie met deze kraag is van Laura Dols, althans van Sophie Huibrecht. Sophie Huibrecht. Die heeft die kraag ontworpen. Een Belgische couturière, hè? Ja. Met allemaal vlinderstrikjes. Ja, mooi ook, hoor. En dit is... Van Sissy Boy. Ja. 90 euro ja. Slechts. Ja. Ja. En de schoenen zijn van haar, 30 euro. Ja, dat is wel. Maar het gaat om de inhoud. Precies, ja. En je hebt ook vrouwen met heel veel dure duizenden euro's aan kleren. En dan zit er een slet in. Zeg maar. Dat heb je, ja. Niet allemaal hoor, maar je hebt ze. Je hebt ze. Je zou ze de kost moeten geven. En het grote voordeel van deze jurk is dat hij gewassen kan worden. En Victor Rolf kon niet gewassen worden. Ja, die kon niet gewassen worden. Nee. Dan hadden we soms de eerste rij helemaal leeg.